Le panneau, c'est pas le panneau comme ça, on l'appelle la cible. Ouais. On a les secteurs différents comme le blanc et le noir, ce sont les secteurs simples. Elke donderdagmiddag gaan we met de leerlingen aan de slag in de verdieping Frans. We doen graag iets anders dan alleen de klassieke schoolboeken. Aangezien onze collega mevrouw Aalvoet darts speelt, heeft zij darts binnengebracht op onze school. We hebben 3 dartsborden ter beschikking en de leerlingen zijn altijd super enthousiast als ze met darts aan de slag kunnen gaan. We oefenen tegelijkertijd in de Franse taal ook de cijfers, de worp, de positie. À chaque fois que vous jetez, vous dites le nombre à haute voix. 8. 15. In april zijn wij dus gestart met middagsessies, maar ook al een beetje in de lessen te darten. Voor mijzelf betekent dat heel veel, want ik dart al 15 jaar. Dus het is een leuk spelletje, maar toch uiteindelijk moet je erbij gaan nadenken en heeft het ook wel een mentaal aspect. La position du joueur, les épaules ou l'épaule, le coude et le poignet sont super importants. Het is vooral leuk dat dus ook collega's dat willen integreren in de lessen. Ook zelfs collega's die misschien daar weinig voeling mee hebben, dat ze dat toch willen aanpakken. Vandaag gaan wij wat berekeningen doen rond darts en wiskunde, hier in het uurtje differentiatie. We gaan ook wat oppervlakteberekeningen doen en kansberekeningen vandaag. Dat wordt al iets moeilijker, maar dan kom ik zeker wel langs om jullie wat te helpen. Voel wel dat ze heel blij zijn dat ze iets anders kunnen doen, los van hun boek zelf. En vooral het samenwerken en eens nadenken over andere zaken die aansluiten bij hun leefwereld, dat doen ze echt wel graag. Los van punten en toetsen ook voor hen, want heel vaak gaat het over, ja, moet je dat kennen, moet je dat studeren. Het staat op punten, nu is dat een les die niet op punten staat. Ze doen wat ze kunnen. Ja, 141 is een getal die soms gegooid wordt. Je gaat dat misschien weten als er een nine-darter gegooid wordt. Dus een nine-darter, dan kom je na 6 spelen op 141. Ze heeft daar echt verdiept in de structuur van de combinaties, maar ook die oppervlakteberekeningen. Leerlingen zijn daarmee bezig op school. Dus ik vind het zeer nuttig eigenlijk wat zij daaraan gekoppeld heeft. Dus waar ergens op de dartblok heb je aanleggend nog de meeste kans om punten te nemen? Ik zou zo uren kunnen babbelen natuurlijk met de leerlingen daarover. Voor mij is dat eigenlijk een ongelooflijk goed gevoel. Enerzijds mijn job hier als muziekleerkracht heb ik kunnen mijn passie overbrengen, maar nu ook met de darts. Dat is mijn tweede leven. Ik krijg daar heel veel voldoening van. En het feit dat zoveel leerlingen 's middags en in de lessen dat willen spelen, is voor mij eigenlijk echt wel denk het mooiste gevoel dat je kunt beschrijven.